Het Procollege in Wijchen verhuist in het najaar tijdelijk naar de oude Paschalisschool aan de Veenhof. Het huidige gebouw van Pro wordt gerenoveerd. De ongeveer 80 scholieren volgen vanaf dit najaar tot eind 2022 op de tijdelijke locatie hun lessen. De oude Paschalisschool staat nu grotendeels leeg. Alleen kinderopvang De Eerste Stap zit nog in het gebouw. De Paschalisschool verhuisde een paar jaar geleden al naar de Suikerberg in de Woezik.